Goedemorgen, beste kijkers. Welkom bij deze nieuwe updates. We gaan jullie even het vervolg laten zien van ons waterarchief, onze waterkelder. En dat is best wel interessant, want dat ga je niet zien. Veel plezier bij deze nieuwe update nummer 274. Drukte in de keuken en Leo. Ik ben ook al lekker bezig weer. Ja. Ik ben lekker bezig, ja. Ja, wat ben je aan het doen? Ja. Ik ben een... Dit is een lasdoos. Waar je het vorige keer over had. Ja. En die komt in het kastje te zitten. En daar komen dus diverse aansluitingen bij elkaar. En dat zijn twee aansluitingen, deze. Van dat apparaat, van dit apparaat. Dit is de pres, de drukpomp. Ja. En dit is de voeding, want die gaat het stopcontact in, kijk maar. Ja. Zie je, en die gaat dus met een grote kroonsteen. Zie je, en deze is dus voor de aarde, die is apart, zie je. Mm-hmm. En er moet er nog eentje naartoe. Nou, er zitten nog genoeg aansluitingen. Moet er nog eentje naartoe en de rest van de pomp. En dan komt dat hele kastje komt dan daar te zitten. Stekker erin en dan moet het werken. Toppie, toppie. Ja, het is vandaag vrijdag. En Leo heeft de pomp geïnstalleerd. En het elektrisch, hè? Het elektrisch gedeelte. Het elektrische gedeelte. Ja, oké. Okay. Kijk, want dat is dus de drukcontroleur. En daar gaan dus twee draden naartoe en naar de pomp. Hier is stopcontact gemaakt. Hier gaan alle draden naar de verdeelkast. En als ik de stekker erin doe, dan staat er overal stroom op. En alles zit muurvast. Vast. Ik zie daar nog vier schroeven los zitten. Ja, dat omdat het nog aangesloten moet worden. Hè? Kijk, zie je? Kijk. Oh, dan moet je... Oh, oké. Okay. Zie je? Maar dat kan pas op het laatst. Want eerst moeten hier de leidingen aangezet worden. Ja, ja, maar dat ja. Doe ik niet. Nee, dat doet Marco. Ja, en dat is ook al bijna droog, hè? Ja. En Marco, zijn trapje staat er natuurlijk nog in. Ja, dat mag gat. Hij allemaal lekker zelf doen. Ja. We gaan een broodje eten. Ja. Nou, we zijn weer een paar dagen verder en kijk, Beatrice is met die speciale specie is een lekker papje aan het roeren. Dat is om de gaten te dichten in de waterkelder. Wil jullie even mee naar de keuken? Hier, kijk, dit is een beetje frisse lucht. Wat hij dus in die kelder gaat gooien. Ja, ik hou hem wel goed vast. Ik wil niet dat het weer valt uit mijn handen. Maar hij is nu die scheuren, is hij boven de 5 meter zitten een paar scheurtjes. Ik ga die een beetje uithakken en schoonmaken. Een beetje uitslijpen. Dit is onze pomp. En daar zit een pres. Een drukpers. Kijk. Die hoort er ook nog op. En er komen nog twee snoeren van Elektra. Waarvan er één in en de ander uitgaat. Zoiets. En daar is Marco. Kijk, die is daar. Zie je het gat aan het dichten? Of aan het insmeren dat de specie goed blijft zitten. Bien, Marco? Si. Si.
heeft hij net een sleufje gemaakt van dat gat. En aan het insmeren. Dus dat is het tot nu toe. Dan ga ik even kijken, want Leo die is op het dak. Er zaten een paar kleine scheurtjes en we willen niet dat dat gaat lekken als het heel erg regent. Hadden wij nu ook geen last van. Ondertussen is Beatrice weer behoorlijk aan het roeren. De vogel die vindt het ook allemaal hartstikke spannend. Hier ligt nog meer spul. En waar is Leo? En die zit daar, kijk, op het dak. En volgens mij is die klaar. Bijna. Ja, want dan hou ik die ladder vast, want ik wil niet dat hij alleen van die trap naar beneden gaat. Dat vind ik veel te gevaarlijk. En zo is iedereen bezig, behalve ik. Nou, je hebt het weer goed voor elkaar. Kijk, daar is hij ook bij het zonnepaneel is hij wat aan het vastzetten. Ik vind dit zo eng. Oh, haalt hij allemaal troepjes uit. Ik heb ook twee nesten uitgehaald net. Van een wesp of van een bij of... Ik weet het niet. Dat even laten zien. Kijk, dit. Helemaal leeg. Dat zat in dat gootje. Hij komt er nou weer af, dus ik ga even gauw helpen. Ja. Heel goed. Langzaamaan, pas op voor de regenpijp. Moet ik het emmertje aanpakken? Ja, lekker kontje, kijkers. Eén stapje naar beneden nog. Yes! Lukken die op de wacht zijn? Ja, die Lukken die wacht op die vriendinnetje. Op die zwarte. Hey! Hey! Die zit dan met zijn staartje te kwispelen. Hey! Nou, ik ga weer naar binnen. Bien? Oef. Es mucho. Sí. Mucho, mucho. Ik denk dat Marco dat hele bassin aan gaat smeren. Bien? Mira. Aquí poco agua. Sí. Y poco agua? Sí. Okay. Y luego mira. Hola, Marco. Más o menos. Mucho aquí, mucho calor. Mucho calor, sí. Pero aquí frío. Aquí mejor. Sí, mejor, sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cámara abajo? No, tú tienes muchas sucias manos. Ah. Zegt dat hij hele vieze handen heeft, dus dan mag niet in de camera komen. Sí, mira. Oei, ik laat hem aan niet vallen, want ik heb hem aan mijn pols zitten. Ahora yo limpiar piso para pintar de paint the floor. Sí. Ah. También. Claro, es por seguridad. Con color blanco. No, es lo mismo material. Ah, mismo. Claro, eso es necesario. Ah, green, mismo green. Sí. Ah. Similar el muro. Pared, muro. Ah, sí, oké. Mooi, Ben. Hij gaat de vloer met hetzelfde spul doen. Hij gaat het eerst even schoonmaken. Vale. Oké. Toma, ahora es Tom. Sí, sí, sí. Toma, es, pak maar aan. Cuidado, pared. En die aanpakken. Sí, tengo. El otro. Ahora, ik moet nog wat aanpakken. Want hij gaat de vloer ook nog doen. Nou. Dan moet er toch een deel zijn waar hij er weer uit moet. Hè?
Ja, die ladder er weer in. Ja, maar dan zit die ladder ook weer onder dat cement. Nou, het zal. Het zal. Kijk, nou gaat Marco er als het goed is weer uit. We pakken de lamp aan en de vloer heeft hij ook voor een groot gedeelte al met cement bestreken. De vloer van het waterarchief. En deze, de slang met lucht, die gaat eruit. Frisse lucht. En dat is zo lekker. Kijk, daar is hij weer. Terminar esto. Hola, señor. Señorito. Masa, la planta. No, está abajo, ¿eh? ¿Qué tal tenemos aquí? Mira. Vale, ¿cómo se puso? Dímela, con la masa, que me des. ¿Qué te doy? ¿La masa? La masa. Toma. Y tú le vas a echarme aquí más. Déjame. Dame. Si es que os estaba mucha suciedad abajo. Ah, claro, supone que ya está limpio, ¿no? Tú lo he echado aquí. Dame la plana, dame. Dame la paleta pequeña para echarle la masa. ¿Cómo voy a coger? No, geef ze van alles nog wat aan. Eventjes wat space hier erop. Hoppa. Su café. Hay otra plana más mediana. Oké, Marco is uit de put. De ander zit in de put. Ja, Marco is helemaal uit de put en die is nu het laatste spulletje aan het insmeren. Meer. En daar ook. Producto especial. En heeft hij. Algibe. Zie. En is hij allemaal wat Leo mooi wit heeft geverfd. Is hij nou een beetje eroverheen aan het verven. Oh. Dat was het tot zover, Leo. Ja. Nou moet het drogen. Goedemorgen. Er gaat weer het heen en ander gebeuren vandaag. We nemen een nieuw internet met een ander abonnement bij een andere provider. Nu hebben wij Vodafone in Spanje, maar die rekent gewoon roamingkosten, ook als wij in Nederland zijn. En de wet zegt dat roamingkosten gratis is, maar daar willen ze bij Vodafone niet van weten. Dus dan lopen die rekeningen wel op als je in het buitenland bent. Plus als je naar Nederland moet bellen voor bepaalde dingen, bijvoorbeeld bankzaken of wat ook. Dan zit je zo'n half uur aan de lijn en dat zijn hele dure kosten. Nu gaan we over naar Yoiki of zoiets. Yoiki lijkt het, daar lijkt het een beetje op. En die komen vandaag internet installeren met mobiele telefoon erbij. En dat gaat echt maar een derde van de prijs kosten. En daar zijn we best wel blij mee. En het water komt vandaag. Dus nou, die belde mij ook. Ze belden eigenlijk al bij tegelijk. Komen net onder de douche vandaan. En dus ze zijn al lekker in bedrijvigheid. De temperatuur 30 graden. En het is nu, ik denk, nog geen 9:30. Dus de ventilatoren staan aan om het een beetje af te laten koelen. Dus ik zie jullie later. Er wordt getoeterd, dus ik denk dat dat de watervrachtwagen is. Zo, ja hoor. Hier is die hoor. Hola, aquí. Hij kan nog verder. Kan nog verder. Hij kan nog dieper hoor. Ja, maar hij zit al diep. Zit hij al heel diep? Helemaal tot de bodem? Ah. Branca. Ah, espera. Ahora
llave. Ah, sí, dan gaat hij openmaken hier. Sí. Perfecto. Este uno, este el otro, el otro. El agua está echando. Ah, sí. Ik ga even een kopje koffie maken. Sí. ¿Está así de grande? No, 8 mil, sí. Si quieres. Op dit moment komt ook de fiberman eraan. Dus die komt de internet aansluiten. Dus komen allebei tegelijk eigenlijk. Hij heeft net zijn auto geparkeerd. En dan ga ik hem eventjes verwelkomen. Deze vrachtwagen moest hij de motor aantrekken met een touwtje. Bij deze machine hier. En hij zei, volgende keer dan bestel je gewoon 10.000 liter. En als je bij 8.000 vol zit, dan stoppen we. Maar dat is goedkoper als dat je 5.000 liter koopt. Voor 5.000 liter betalen we nu 80 euro. Maar dat kan in de loop van het jaar weer lager uit gaan vallen. Omdat het nu zomerseizoen is. Kijk. Klaar. Grote box. Ja. Ja. Zo, nu wordt even het wachtwoord en de gebruikersnaam veranderd. En dan hebben we weer internet. Nou, ik wil even kijken. Is het gelukt met het water? Tuurlijk. Oh. Oh joh, er kan veel meer in. Ja, maar dat zei hij toch? Ja. Maar we proberen dit eerst uit. Ja, 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 ja. Joh, het lijkt wel of er dan wel 10.000 liter in kan als je dat zo ziet. Hij zei 8. Ja, kan ook. Ja, hij stopt dan vanzelf, hè? Nou, wat goed joh. Hij stopte, maar ik denk dat hij hem ingesteld heeft op 5.000 liter. Want op een gegeven moment stopte hij erbij. Ja. Hallo, ik ben er weer. Marco, onze klusjesman, die kan elk moment komen. Die zou om 1 uur komen en het is nu, nou ja, een paar seconden voor 1. En die komt zo om samen met Leo de pomp aan te zetten in het archief, in het waterarchief Argiba. Zoiets of Argibo. En dan gaan we kijken of het allemaal gaat werken. Dus ik ben echt wel nieuwsgierig hoe dat gaat. We hebben trouwens het water geproefd en het is echt super, super zuiver water. Ik draai. Leo, ja? Je hebt ook het water geproefd, hè? Ja, dat is gewoon zuiver bronwater, ja. Heerlijk. Ja. Er zit helemaal niks in, hè? Nee, het is. Het is geen chemicaliën niet, kalk niet, geen. Geen chloor, nee. Geen deeltjes en het komt. Uit Niger, dat is uit de bergen van Granada. Ja. En Niger is ook hier niet zo ver vandaan. Nee. Een klein uurtje rijden of zo. Ja. Ja. Leuk hè? Ja. Marco is er weer. Hij gaat nu verder met het aansluiten van de pomp op de waterleiding. En Leo heeft de waterleiding afgesloten. Dus ik draai maar even om. Bindt het vast met gastape eromheen. Ja, Teflon. Teflon. Ja, en daaronder heeft hij ook een aansluiting gemaakt. Dus een extra slang met Teflon. En daar hangt een slang naar beneden. Daartussen. Aanzuigslang. Heeft hij nu nog even een aanzuigslang. Dat heeft hij nu nog even met tape vast verbonden. Omdat de lijn nog uit moet harden. Ja. Ik
Ik heb het trechtertje al gegeven. Oh. Moet even gaat hem even bijvullen. Weet ik niet. Leo pregunta tú, necesito el cerrado, el puerto de arriba? No. Oké, nee, of niet. Zet hem er weer bij. Momento. Dopje erop. Ahora. Zo, water van het glas. Oeh, het is dat vies water daar, het laatste stukje. Zie je dat? Ah. Nu worden de leidingen doorgespoeld, hè? Ja. Zo, zie je dat? Houdt er eens een glaasje onder, Leo? Ah. Un momento, solo una posición. Nada, ahí. Oh, en posición. Okay. Un momento. No va a funcionar. Todavía no. Un momento. Glaasje om. Ja, glaasje eronder. Kan je zien hoe vies het is. Gadverdamme. Hier. Hij moet dat ding er even af. Een moment. Necesito ver presión. Voor de druk. Ja. Presión real. Sí. Sí. Normalmente, sí. Als we de koude waterkraan aanstaan, de heet waterkraan geeft meer water. Maar omdat het vaak erg warm is, heb je een heel klein straaltje koud water. Dus nu gaat hij de druk bepalen. Nou komt er bijna niks uit. En nu is het stil. Posiblemente grifo esto, damas. Pero el otro grifo es el nuevo, el pequeño. No, eso es aparte. Es aparte, vale. Waarschijnlijk is die kraan kapot. Ah, sí. Die doet het wel. Ja. Is nou die grote nog? Mira, grifo aquí, porque agua aquí. Sí. Ja, Die kraan is kapot. Ja, we hebben een probleempje. Klein probleempje. Er zit een kraantje die dus het koud water hier naar deze kraan brengt, maar die is daar helemaal... zit hij. Ja, ik zie het. Ik film het even en dan kan je verder vertellen. Dat kraantje dus, dat kleine kraantje daar. Die, hè? Ja, zie je ook wel de buitenkant heel erg, hè? Ja, het zit helemaal dicht van de kalk. Dus daarom doet hij het niet. Maar wat Marco tegen mij zei. Hij zegt, hij gaat dat stuk gaat hij helemaal weghalen. Rechtstreeks verbinden. En rechtstreeks verbinden, want we hebben dan toch geen glazen meer nodig. Het is in de badkamer. Kijk. Zie je, het is gewoon van bronwater. En buiten doet hij het ook, wc doet het ook. Hij heeft hem net doorgetrokken. Het is allemaal bronwater. Nou hoor je hem wel aanslaan.
Nou, dat is geen hard geluid. Nou, en op dit moment wordt het kraantje gedemonteerd, hè? Ja. Hij heeft al van alles en nog wat meegenomen. Kijk, zie je dat ik er van het neer, hè? Ja. Zie. Ja, ik kan er moeilijk bij. Omdat er maar achterin die twee zwanenhalsen zit tegen de muur. Kijk hoe het eruit ziet. Vol met kalk. Allemaal kalk. Ah, kijk eens. Helemaal aangegroeid kalk. Yo, gaaf thee. Una thee. Een nuevo. Nuevo. Nieuw. Para reparación. Tuurlijk. Para kijk, die ziet er beter uit. Entra ahí, vamos. Naast me gewoon. Conecta. Kijk, ze zitten dan. Het is net kinderspeeluurtje op de kleuterschool, maar dan voor volwassenen. Escuela de niños. Sí, pequeña niños. Niña pequeña. Sí. Esto para mí. Vale. Esto conectar a... Mira, esto sacar. Leo, esto desconexión. Pequeño. Ahora me tiene desconectar. Mira. Dus Leo krijgt een taakje. Vale. Esto grifo. Aquí eso y aquí pequeño esto. Grifo betekent kraan. Esto para. Oh, klopt die ding. Die. Me parece no necesario ahora. Klote ding. Klote ding. No pasa nada. Falta alimentación. Alimentación principal. Pero tenemos un pequeño. Ya está. Vamos a ver. Zit in elkaar. Mira. Koudwaterkraan heeft veel kalk, maar de warmwaterkraan ook. Dan probeert hij hem even door te steken. Ja. Ay, Dios santo. Vamos a quitar. Ja. Hay que quitar esto porque mucha suciedad filter. Het kalk in de huizen, in de leidingen en in de kranen is behoorlijk heftig hier in Spanje. Dus misschien is die de hete ook de slang helemaal verstopt. Marco gaat het eventjes bekijken. En ja, daar hebben wij, als we straks dat bronwater hebben, hebben we daar geen last meer van. Dus dan drinken we gewoon voortaan altijd lekker bronwater. Nou, hij gaat het proberen. Waren alle kranen open nou of dicht? Ja, die is toch. En niet in de badkamer, Leo. Ah, hij doet het. In de badkamer staat ook open. Ah, moment. Gaat in de baño también. Oké, in de badkamer, dat dacht ik al hoor, dat de badkamer ook open zou staan. Kijk daar. Hij doet het. Hij doet het, hij doet het. Bronwater. Nieuwe kranen. Pom 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 pom. Oké. ¿Sabes por qué no cae mucha agua? Porque el latiguillo está sucio. ¿Sí? Por eso, mira, esto debe caer agua igual que patio, igual que... Ah, me, cae poco. Mira, poco. Pero más es normal. Sí, más. Hay, no, aquí es más fuerza.
Sí. Es que posiblemente aquí un nuevo tapado cal. Ah, sí, aquí, aquí o latiguillo. Un nuevo aquí. Sí. Sí, mejor. Próximo, más adelante. Ah, sí. Vale. ¿Puedes próximo. Funcionar? Bien. Het is muy fuerte, muy frío. Ja, hey Leo, doe de hete is. Want u moet dan. Caliente. Y caliente. Sí, pero caliente ahora no, porque no, claro. Yo cerrar aquí, para arriba. Wat doet hij nou? Waarom is er geen heet water? Weet ik niet. Oh, ik weet het al. Hij heeft waarschijnlijk die. Ik weet het niet. Die water. Zie je, dat ding heeft hij uitgedaan. Dat is toch een dikke straal? Ja. Veel meer water komt eruit dan normaal hoor. Ja, we hebben het opengemaakt. Ja. Oh. Veel meer water. Zie. Ah, beste kijkers. Nou, ik ben nog even bezig natuurlijk. Nou, jullie hebben dat gat hier gezien. Nou, inmiddels is de pomp en al het elektrisch en de leidingen aangesloten. En dan moet het gat natuurlijk dicht. Dat moet afgesloten kunnen worden. Nou, daar heb ik dus in tweeën gedacht. Omdat hier dus alles... De waterkelder in moet. Maar om het zo goed mogelijk af te sluiten, heb ik het dus in tweeën gedaan. Hier is dus luik 1. En dit is luik 2, die blijft vast zitten. Die ligt vast. En daar heb ik een aluminium plaatje op gemaakt. Zodat het dus helemaal goed dicht is. Zie je? Ook hier is het dicht. Ik heb dat eromheen gemaakt. Zie je? Eromheen geknipt helemaal. Nou, en daardoor is het helemaal goed af te sluiten. Zoals jullie. Dat is het. Dat werk je nog af verder, hè? Dat deel van het luik? Ja, ik werk deze kantjes nog af. Ja. Dat doe ik dus met verf, zodat het goed beschermd is tegen vocht. Ja, want dit is kunststof, dus dat kan er wel tegen, maar dit gaat opzwellen als dat niet beschermd is. Dus dat werk ik af. Dat is hier ook natuurlijk. Nou, dan is het zo mooi dicht. Er komt hier nog een handvatje op. Want, dat zal ik jullie laten zien, dat als de plint er weer voor zit, zie je, hier zie je dus de plint van de keuken. En die heb ik hier. Die komt er weer voor. Zie je, dat komt er weer voor. En dan gaan zo de deurtjes weer dicht. Dan is het een beetje moeilijk om dat luik te pakken. Dus dan maak ik hier een klein handvatje om hem makkelijk op te kunnen tillen. En dan kan die plint gewoon blijven zitten. En dan kan die plint gewoon blijven zitten. Ja. Want die plint die zet ik weer vast, hè? Ja. Ja. Oké, nou, en ik heb boodschappen gedaan terwijl Leo aan het klussen was. En even kijken, mijn heel aanrecht vol. Ik had 3 volle tassen. Ik was kwijt €90. En een duppie. Zie je? Dus ik ga eventjes laten zien wat ik heb gekocht allemaal. Ik heb, want we krijgen visite vanavond. Ik heb chips, daar zitten 2 zakken in. Ik heb wat groenten. Dat doe ik, maak ik lekker een tomatengroentesoep voor vanavond of voor morgen. Ik heb witlof, daar kan ik ook een heerlijke salade van maken. En dan heb ik hier 6 avocado's. €3,10. Ik heb 2 zakken met muesli. Ik heb hier, hoe heet dat? Quinoa. Dat is ontzettend lekker. In de sla maak ik vaak een maaltijdsalade en dat is heerlijk. Ik heb hier abrikozen, die wil ik gaan wellen en daar kan je dan wat kaas in doen. Niet deze kaas, dit is geraspte goudse kaas. Ik heb hier een heel wit gehaald. Ik heb 4 croissants. Ik heb 2 brie. Ik heb een zak patatjes voor de airfryer. Ik heb 2 pakken zalm. Grote zalm. Ik heb een speklapjes. 3,72. En hoeveel is dit? Ik meen bijna 600 gram. Ik heb varkens gehakt voor 500 gram. Ik weet niet wat het kostte. Ik heb heerlijke tonijn, die eet je hier gewoon lekker ontdooien en dan in de ketchup even leggen. En dan afgarneren met sesamzaadjes en dat is gewoon heerlijk met een stukje brood. €3,93. Ik heb garnalen gekocht, want het was in de aanbieding.
heerlijke garnaaltjes. Ook lekker door een salade. En ik heb, even kijken, 723 gram hele mooie. Kijk eens hoe mooi die carbonades zijn. Schoudercarbonades. Voor €4,12. Ik vind het heerlijk. 2 groene tomaten. Wat lekkers voor Lucky. Peterselie. Kokosmelk. 1 kilo extra sterke koffiebonen. Chirans. 6 blikjes tonijn in olie. Kruidenkaas. Lekker feta. Doe ik ook vaak door de kaas. Heerlijk. Mayonaise, witte wijn. Chocolademelk, want dat wil onze visite graag drinken vanavond. Sinaas. Limoen. 2 flessen ijsthee en een fles witte wijn. Dus €90,10. En daar eten we zeker wel een week van. Vandaag gaan we aan de kip. Want we krijgen onze eters. En die wilden graag kip en patat. Dan had ik vorige week al een kip gekocht. Dat heb ik in de vriezer gedaan. Die heb ik er vandaag uitgelegd. Die ga ik lekker in de oven doen. Dit is 1663 gram. Zien jullie staan. Voor €5,40. Dus dat is een aardig kippetje. Ruim een week eten. Dat is kip. Nou, eten we morgen ook weer van. Dus dan is het zondag. Dan hebben we soep. Dan zijn we alweer op maandag. Dan hebben we gamba's dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Nou, hier. Kijk eens, daar hebben we nog een paar dagen. Dus ik denk meer dan een week. Meer dan een week eten. Als ik uitga van €100 per week, kan ik ook nog brood kopen. Ik heb nog brood in de vriezer. Ik heb hier nog brood. Dus we redden het deze week prima. Nou, dat was het weer voor de update. Tot later. Ja, dit was het weer. We hebben vers water. Dus de update zit weer op. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Liken deze video.